Stichting Wijkorgaan Boksel Oost organiseert vandaag met buurtverenigingen deze speciale dag, de Boksel Oostdag. En wij gaan eens kijken wat er allemaal te beleven valt. Ik ben aan het spinnen. Ja. En is dat schapenwol dan? Of wat is dat voor wol? Ik ben op het moment bezig met lamawol. Ja. Die is zachter en minder vet dan schapenwol. Ja. Maar wel moeilijker te spinnen. Ja? Ja. Waarom? Omdat schapenwol meer aan elkaar plakt en dus makkelijker een draad vormt dan lamawol. Deze breekt meer, of hoe zeg je dat? Dat deze laat eerder los of zo? Ja, hij laat eerder los. Ja, ja. Daar hangt een trui van lamawol en die is van sukkenwol gemaakt en die is heel zacht. Dus echt wel een verschil in dragen. Schaapwol prikt voor veel mensen en doet lamawol dus niet. Nee. Dankjewel, succes ermee vandaag. Hoi, mag ik jullie wat vragen? Nou, vertel, wat zijn jullie nou precies aan het doen? We zijn aan het hout snijden. Maar leuk. En wat dingetjes maken, zo'n schaaltje in mijn geval. Ja. En hoe kom je erbij? Is dat van vader op zoon of van opa op zoon? Of opa op zoon, opa op kleinkind? Of? Nee. Opa was er niet bij, maar vader is... die doet dit soort dingen al wat langer. En dat maakt me enthousiast genoeg om mee te doen. Ja, maar leuk, want ik bedoel, het is toch wel heel bijzonder om dat te zien, hè? Het is gewoon leuk. Het is heerlijk tijdverdrijf. Een beetje bezig zijn met de handen. En met je handen. Het is een keer heel wat anders. Ja. En wie zijn dit? Waar is dit van? Dit zijn tamboers van het Gilde Sint Barbara Sint Joris hier uit Boksel. En met hun vijven treden ze nu op om te laten zien wat we kunnen, als tamboer zijn we. Ja, en wat is uw taak? Want u bent weer heeft een ander pak aan, of hoe zeg je dat als hun? Nou, de tamboers hebben een sportief pak aan. Ik heb een gilde pak aan. Een van de heren van Boksel. Ja. Toevallig mag ik hoofdman zijn. Oké. Ja. Ik sta hier bij iemand van het wijkorgaan, Boksel Oost. Vertel eens, wie bent u? Ik ben Rieter van Berkel, ik ben secretaris van Stichting Wijkorgaan Boksel Oost. En jullie zijn met een aantal mensen en die hebben onder andere deze dag georganiseerd? Wij doen het samen met de buurtverenigingen. En ik denk in totaal 20 mensen. En jullie wonen allemaal hier in de buurt? Wij wonen allemaal in Boksel Oost. Is dit nou het hoeveelste jaar dat jullie dit organiseren? Dit is het vierde jaar. Volgend jaar pakken we iets groter uit, denk ik. Ja. Hoezo? Ruimer? Vijf jaar, hè? Dus meer attracties.
wij zijn hier nou bij de rots. En wie bent u? Ik ben Mohamed Ramoun. Ik ben voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap, Sticht El Mustaqbal. Wij hier presenteren als Marokkaanse gemeenschap theeceremonie. Moet laten zien hoe kan je theeceremonie is. Ja. En de bedoeling is gewoon voor mensen van binnenkomen als multiculturele samenleving. Samenleving. Laten zien hoe de, wij folklore van oud Marokko. Ook een Bemer kan alles zien zijn en mensen kan gewoon ontmoeten. Ja. Het is een speciale ceremonie bij jullie, hè? Speciale theeceremonie. Ja. We hebben gewoon theeceremonie, we hebben thee, we hebben munt, suiker. Munt en suiker, ja. Ja. En wij doen gewoon eerst, we gaan gewoon een demonstratie doen. Wij doen gewoon eerst thee, dus gewoon deze thee. En dat is altijd munt-thee wat jullie hebben? Ja? Altijd munt? Gewoon altijd, het is Chinees thee. Het is een thee deze. Ik ga kijken. Ik doe gewoon eerst. Ja. Zo. En ik doe gewoon water. Ja. Dat is een munt. Gewoon deze. Dat is deze. Gewoon suiker bij je. Om het wat zoeter te maken. Hè? Ja, om het zoet te maken. Dat is gewoon... Zoveel suiker? Veel suiker, dat moet zoet zijn. Ik krijg gewoon smaak lekker. Ja. Ja. En waarom doen jullie hem zo hoog inschenken? Dan moet die slijm komen. Schuim. Schuim. Ja. De schuim. Ja, ja. Nee, als andere munten, ja, als hier. Ja. Waarom? Daar, omdat gewoon dat. Daar is gewoon veel zon. Dan krijg je gewoon de reukt. Als jij gewoon... Ja, kruik hem al. Kijk, hè. Als jij reukt. Niet zo. We zijn hier in de Red Lady van Jan van Es en we willen graag een rondje plano's maken. Jan, wanneer vertrekken we? Ja, we gaan nu vertrekken. Ja? Dan gaan we gauw een plekje zoeken. Heel goed. Jij ziet je daar. Wie bent u? Ad Kleijsen. Ik ben al, ik denk zeker 13 jaar wijkagent, onder andere Boksel Oost. Ja, wijkagent, ja, houdt eigenlijk min of meer in om contact met het publiek toch een beetje te verstevigen. Een soort tussenpersoon tussen politie en de burger, zeg maar. Heeft u dan een apart kantoortje hier in Oost? Nee, ik heb geen apart kantoortje. Of u loopt rond als de veldwachter? Ja, of hoe hou je dat? Vroeger was het de veldwachter. Tegenwoordig is het vaak via de moderne media, hè? Dus onder andere e-mail en zo. Mensen mailen mij over een probleem of zo en dan probeer ik daarop in te springen. Ik heb momenteel nog 3 wijken. Er gaat dan binnenkort wel wat verandering in komen. De overheid wil naar 1 wijkagent per 5000 inwoners. En als ik Boksel Oost pak, dan zijn dat er al 10. Dus hier zouden eigenlijk al 2 wijkagenten of alleen de wijk Oost moeten. Is het dan ook zo ontzettend druk of zeg jij, ja, het valt eigenlijk wel mee, ik kan dit wel alleen? Nee, het is hartstikke druk. Dus ik ben ook blij dat er meer mensen komen die naar de wijken gesplitst gaan. Waarom staan jullie nou vandaag hier? Ook om onszelf te presenteren. Hè. En de belangrijkste reden vandaag was eigenlijk dat we vanaf morgen met de nieuwe uniformen aan de slag gaan binnen de Nederlandse politie. En daar staat het voorbeeld van. Dat is eigenlijk de eerste die nu het uniform aan heeft. Zal ik eens even roepen? Ja, goed plan. Tom. Goeiedag. Is dit jullie dressman? Ja, daar komt het misschien wel op neer nu. Kijk eens naar de camera. Goeiedag. Het nieuwe uniform.
Ja, het zit als gegoten. Ja? Een stuk werkbaarder. Ja. Nee, het scheelt ook dat de politiemensen ook zelf er inspraak in hadden. In het dragen van het uniform. Dus ik ben heel positief erover. Ja. Want eerst was het zo. Ja, ik loop dus nog in het oude uniform. En iets van een hoed of een pet? Of, ja, we hebben ook een pet. Zet hem eens op. Ik zal hem eens opzetten. Hallo. Ben ik zelf niet echt van de pet, maar... Kijk, dit is die. Hij staat in een pet bouwen en een vloer. Nou, mooi. Stoer, man. Eén geel zo, hè? Ben je zelf ook een politieagent? Ik ben zelf ook een politieagent, ja. Zeker, ja. Nou, succes met je nieuwe uniform. Ja, dank u wel. Hey, bedankt voor dit gesprekje. Graag gedaan. En mijn gas. Ik sta hier bij Stichting Opkikker. Hoi, we hebben jullie al een keer meer geïnterviewd. Oh, jullie gingen de oude mobiels ophalen, hè? Ja, klopt. We hebben er in totaal hoeveel opgehaald? 76 of 78. Ja, okay. En die zijn nu ingeleverd weer. Okay. En dus we sparen weer opnieuw. Ja, en leg nog eens uit, waar staan jullie precies voor? Stichting Opkikker is een stichting voor langdurig zieke kinderen. En die organiseren daar dagen voor. Ja, voor het zieke kind en hun gezin, zodat ze even alles kunnen vergeten, gewoon weer even kind kunnen zijn. En dat is echt nodig. Jullie organiseren een uitstapje? Oké. En wij hebben zo'n dag meegemaakt en dat is zo mooi geweest dat we er heel graag iets voor terug doen. Ik sta hier bij de Rots en ik sta hier iemand van een buurtvereniging van Plan Oost. Of van Oost, Bokstel is het voort. Hè? Ja. Wie bent u? Ik ben John Vlasser en ik vertegenwoordig de Roperaan Taxanderjalaan. Het is gewoon eigenlijk een klein hoekje bij ons. Ja. Dit is ook onze groot pleinweg erachter. En dan doen we jaarlijks een barbecue organiseren. Ja.